We kijken naar de opkomst van de landskampioen van Nederland en de landskampioen van België voor de tweede serieuze oefenwedstrijd voor PSV op het nieuwe seizoen. De opstelling van PSV. Benítez nog op de goal. Daar is een hoop over te doen. Gaat hij naar Atletico Madrid of niet? Eerste bot is er gekomen. Drommel, hebben ze een goed alternatief achter de hand natuurlijk. En zijn naar verluid ook al bezig met het aantrekken van een eventuele opvolger mocht hij weggaan. Dat zou dan wellicht de zeer ervaren en gelouterde keeper Bernd Leno kunnen gaan worden. Opgevangen en de rust via de borst. Spileers, bal kwijt. Hier is Mechelen. De routinier, een van de routiniers bij Club Brugge. Oeh, dat is een zwakke inspeelpaas. Geen overtreding. En daar moet 1-0 komen. Nee, de redding van Mignolet. Op die grote kans voor Saibari. Obispo. Flamengo. Die vaker centraal speelt. Oh, dat is prachtig gedaan door Luc de Jong. In één keer voorgegeven. Nou, daar komt de 1-0. Die mag toch niet gemist worden, maar het kan wel. Dat is de derde 100% kans die om zeep wordt geholpen. Deze van Mauro. Goed terugleggen van Guus Til. Die hier perfect gelanceerd wordt door Luc de Jong. Tjonge, jongen. Hoeveel 100% kansen heb je nodig om op voorsprong te komen? Risicovolle bal, maar het past precies snel. In één keer doorgespeeld door Flamengo. Zo ontstaat de ruimte. Ruimte voor PSV. Lozano krijgt die bal achter zich. Til terug op Lozano. Lozano, eerste paal. En dan gaat hij er opnieuw niet in. Hetgeen je toch weer een grote kans mag noemen. Te bar niet. Hij wil zo graag. Saibari. Van Aken. Opgejaagd door Flamengo. Is niet zo snel onder de indruk hoor. Als Van Aken. Opening is uitstekend. Op maat gegeven. Spileers. Vervolg blijft uit. Saibari. Ja, dat is een uitstekende paas. Nou, dan moet hij hier toch komen, de 1-0. Nee, ook deze kans wordt verprutst. In dit geval door Guus Til. Weer, kan je ook zeggen, een goede redding van Mignolet. Die eerder al, heel vroeg in de wedstrijd, Saibari van scoren afhield. In een 1-op-1 situatie. En nu is het Guus Til. Die er niet in slaagt om de bal achter de routinier te leggen in het netje. Vijfde 100% kans die PSV heeft gekregen in deze wedstrijd. Dat is toch al een lengteverschil. De kleine Seis moeten de Jong bewaken. Tweede corner. Bal richting tweede paal. En weer Saibari. Nou, je kan het maar beter in de voorbereiding hebben, dit soort wedstrijden. Maar raken. Goed. Saibari, Obispo. Boskagi. Mauro. Obispo, dat is een goede bal. Weg is Saibari. Voorzitter is op maat en weer Mignolet. Nu houdt hij Luc de Jong van een treffer af. Het is de wedstrijd van de doelman van Club Brugge. Lozano. Schot dat naast gaat. Normaal gesproken een ABC'tje voor Luc de Jong als hij dit soort kansen krijgt. Maar zo vroeg in het seizoen dus nog niet. Nu wordt PSV wat onder druk gezet. Het is een prima opening. De linkerbeen van Flamengo. Crosspaas. Benítez.
Lamingo, dat is een minder goede bal. En dan heeft Club Brugge hem hier te pakken en gaat het een grote kans krijgen. En is het Club Brugge wat voorkomen tegen de verhouding in. De score opent via Kasper Nielsen. Een slippertje dus van de nieuwe man, Ryan Flamingo. In de opbouw verspeelt hij de bal. Hier aangespeeld. En wil dan in één keer deze aanspelen. Ja, raakt hem verkeerd. Het is ook wel een beetje de manier waarop Club Brugge nu zelf ook druk zet. Dan zie je dat kan opleveren. Driouche. Durft die actie te maken? Dat doet hij. Daar is de Jong en krijgt zijn voet net niet vol tegen de bal. Prima actie van Driouche. Lozano. Lozano, dat is aardig. Werd hij niet nog aangetikt? Balletje glipt er in ieder geval net niet tussendoor. Goed, Lozano heeft hem te pakken. De Jong niet de controle op die harde inspeelpaas van Saibari. Saibari, daar komt PSV opnieuw. De Jong, de Jong, de Jong en weer Mignolet. Nou zeg, wat een wedstrijd keept die. Niet te passeren. Lozano. Lozano, moeilijk inspeelpaas richting De Jong. Goed gedaan. Mauro en daar Luc De Jong. Ja, normaal gesproken is dit een goal. Lozano. PSV wil met de A-keuze voor deze wedstrijd nog wel proberen om langzij te komen voordat het grote wisselen gaat beginnen. En raak. Het is Saibari. Hier is het raak dan eindelijk voor Saibari. En dat was niet zijn grootste kans in deze wedstrijd. Want hij kreeg er vele voor rust. Deze is nog moeilijk en het is gewoon een knappe goal. Naar binnen komen, één beweging en dan laat hij Mignolet eindelijk kansloos. PSV, het werd tijd. Benut een van de kansen. Goeie goal van Ismaël Saibari. Hier ligt overigens op dit moment Obispo. Die stapte volgens mij op de voet van de tegenstander. En heeft daar behoorlijk last van. Nee, ze kijken naar de bal en dan is dit ongelukkig. En dan overstrekt hij zijn knie. Dat is het laatste waar je op hoopt natuurlijk. Een oefenwedstrijd dat er iemand geblesseerd raakt. Obispo. Is goed gedaan. Til. Schot geblokt. Dus ja, heel vol. En krijgen we nu dan het grote wisselen. Daar lijkt het wel op. De jonkies die het nu tegen elkaar gaan opnemen. De talenten van beide jeugdopleidingen. En bij PSV gaan we jongens nu aan het werk krijgen als bijvoorbeeld de 15-jarige Fabian Merien. Deze Michael Bressen. Is er die centraal achterin gaat spelen als het goed is. En Joel Drommel. Zal toch de meeste aandacht op zich gericht hebben in het resterende deel van deze oefenwedstrijd. Noah Lang. Veel pech gehad met die blessures. Telkens weer leefde men bij PSV in de veronderstelling dat hij weer bijna fit was. Telkens verkeerde conclusies getrokken met hamstringblessures. En toen bleek hij ook nog de ziekte van Pfeiffer te hebben. En dus geen EK voor hem. Dit is goed meegegeven. En dan, de poging hard. Maar ook hard naast. Bahati. Goed terugleggen van Uniken. PSV sterker. Ook met deze nieuwe lichting. Ja, sierlijk. Noah Lang, zoals hij dat graag doet. Eupengaard buitenom. Naar heel veel vrijheid voor Bahati. En wie schiet er is? Nou, uiteindelijk helemaal niemand.
Slim uitgelokt deze overtreding. In het duel met Dams. Nou, al lang nu naar de kant. Afspraak was dat hij 20 minuutjes zou voetballen. En inderdaad, daar houden ze zich aan. Geen risico nemen met een speler die dus zo ontzettend lang geblesseerd is geweest. Simons is de vervanger. Bresser. Aan de andere kant proberen. Dams. Huppegaard staat hoog. Tussen twee man door. Oh, dat is een prima actie, zeg. En dan leidt het uiteindelijk niet tot de 2-1. Kan nog altijd. Simons krijgt hem niet bij Uneke. Het is een klein mirakel dat het nog altijd 1-1 is. Ik heb het gevoel dat Club Brugge dit wel prima vindt. Beseft ook wel dat het zich gelukkig mag prijzen voor het feit dat deze wedstrijd onbeslist gaat eindigen. Uneke. Terug op Bresser. Nee, verder gaan we niet door. PSV speelde een uur lang met de A-selectie en deed het daar heel erg goed. Ondanks dat het met 1-0 achterkwam. Het eerste beste tegenaanval. Schot op doel van Club Brugge. Maar de gelijkmaker was een mooie. En daarna was het grote wisselen begonnen. Saibari zorgde voor de 1-1. En met de jonkies werd er vervolgens niet meer gescoord. Maar we hebben een aardig indruk gekregen van de breedte van de selectie van PSV. Dat het meer dan goed heeft gedaan in deze tweede oefenwedstrijd pas van het seizoen.